Goedemiddag allemaal, welkom bij deze webinar over datavisualisatie op basis van het werk van een visualisatieteam van PBL wat nu zijn 25-jarig bestaan viert. Welkom aan iedereen hier in de zaal, vooral collega's van PBL. Welkom aan iedereen die via online deze webinar volgt. Veel mensen hebben een belangstelling getoond van heel diverse organisaties. Daar zijn we heel blij mee. En natuurlijk niet in de laatste plaats welkom aan de leden van het visualisatieteam, waarvan u vanmiddag een aantal ook zult zien spreken. Een team van 5 mensen wat ongelooflijk veel en mooi werk verzet voor PBL in de verbeelding van kennis waar we hiermee werken. Het programma vanmiddag is vrij eenvoudig. We gaan met eerst 2 sprekers uit het visualisatieteam een aantal lessen van het afgelopen jaar kort doornemen. Hoe werkt zo'n team? Wat komt er bij de verbeelding van kennis kijken? En daarna reageert eerst een spreker van buiten, Babette Porcelein, op, vanuit haar ervaring op het belang van verbeelding van kennis. We gaan met elkaar in een paneldiscussie. En tenslotte is een andere spreker van buiten, Frederik Ruys. Zo aardig om daar weer op te reflecteren en wat vooruit te kijken. Dus we kijken terug, we kijken naar het nu en we kijken naar de toekomst. En dat doen we natuurlijk op basis van dit boekje, wat degenen die zich op tijd hebben aangemeld ook al thuisgezonden hebben gekregen. Degenen die zich niet helemaal op tijd hebben aangemeld, vrees niet, het is onderweg, maar het gaat in meerdere stromen. Er zijn al heel veel boekjes verzonden, dus dat komt allemaal goed. Ik denk dat ik voor dit moment het belangrijkste gezet heb. En daarmee wil ik allereerst Raymond de Niet en direct daarna Philip de Blois uitnodigen. Raymond de Niet, voor wie hem niet kent, is de coördinator van het visualisatieteam. Hij zorgt dat in de enorme stroom van publicaties die door het visualisatieteam wordt verwerkt. En mind you, we hebben hier een instituut met 250 mensen met een productie van double digit, zeg maar, publicaties per jaar. Die verwerken een team van 5 mensen en een kring van mensen eromheen. De coördinatie van dat werk en ook om te zorgen dat het leuk blijft, ligt in handen van Raymond de Niet. Philip de Blois, ontwerper en zeer verliefd in het maken van infographics en plaatjes. En een van de lijfspreuken die hij geeft is: geef mij een blaadje, laat mij eerst eens een schets maken. En als die goed is, dan gooi ik hem weg, want de tweede is pas echt goed. En hij is ook, dat is ook belangrijk om te zeggen, belangrijke trekker en aanjager van het boekje waar we deze dag ook mee ingaan. Geniet vanmiddag, we gaan een leuk gesprek aan en Raymond en daarna Philippe, mag ik jullie uitnodigen? Bob, dank voor deze mooie woorden alvast en de mooie intro. Ik ben dus Raymond de Niet. Ik ben de coördinator van het team, net al gezegd. Een heel fijn team. Ik hoef er heel weinig voor te doen. Het is lekker zelfsturend, mooie creatieve ideeën, dus dat is heel prettig. En voor de rest zorg ik dat de producten worden ingepland. Dat is af en toe wat moeilijker. Maar oké. Ik zal eerst een stukje vertellen over hoe het allemaal begon, eigenlijk. Wat jullie nu zien is het visualisatieteam zoals het er nu zit, 5 mensen. Maar zo zijn we niet begonnen. We zijn begonnen in 1996 met de milieubalans van 1996. Het waren vooral grafieken en een enkele kaart. En dat was eigenlijk ook het moment waarop we beseften, dit kan beter, dit kan professioneler. Hier moeten we echt wel een proces voor opzetten. Degene die daarvoor aan de basis heeft gestaan is Carol Bartels. Gelukkig is zij vandaag ook aanwezig. Heel leuk. En eigenlijk vanaf dat moment hebben we het opgepakt met 2 mensen. Dat werd op een gegeven moment uitgebreid met een team van werkstudenten. Een aantal daarvan is ook blijven hangen bij het RIVM en bij het visualisatieteam. En wat we ook daarna op een gegeven moment, uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij deze 5 mensen. Die doen het niet alleen binnen elke PBL-sector, dat zijn 6 sectoren in totaal. Zit ook nog 1 persoon die een halve dag van zijn werkweek besteedt aan visualisaties. Dat kan zijn het geven van advies of ook het daadwerkelijk maken. Als ik dan kijk naar het team, het is een divers team, multidisciplinair noemen we het zelf altijd. Kennis over cartografie, datavisualisaties en grafische vormgeving.
En binnen het team heeft ieder een vorm van specialisatie. De een is juist heel goed in het maken van kaarten, de ander in grafieken, de volgende in schema's en de andere interactieve datavisualisaties. Hoe werken we dan eigenlijk? We zijn 25 jaar geleden ging het vooral over opmaak. Zorgen dat het er allemaal netjes uitzag en in de huisstijl was. Eigenlijk is dat nu verschoven meer naar figuurredactie. En hoe ziet zo'n redactieproces er dan eigenlijk uit? Nou, dat is, je kan het vergelijken met tekstredactie. Dat is niet alleen maar D's en T's, maar je gaat kijken hoe komt nu het beste de boodschap over. En daar moet je soms ook de hele tekst voor herschrijven. En dat doen we eigenlijk ook met onze figuren. Dat betekent dat we met de projectleider of de onderzoeker rond de tafel gaan zitten. En dan leggen we hem de figuur voor en dan vragen we van, ik lees deze boodschap in jouw figuur, is dat ook hetgene wat jij wilt vertellen? Of, wat zou je willen vertellen en hoe kunnen we dan het beeld zo aanpassen dat het aansluit bij jouw boodschap? Dat zijn leuke, intensieve gesprekken. Duren soms wel een paar uur, maar er komt meestal wel een heel mooi resultaat uit. En de volgende vraag is dan, hoeveel dan in die 25 jaar, hoeveel hebben we nu gemaakt? De droge cijfers had ik er eerst boven gezet. In totaal hebben we ongeveer 28.500 figuren gemaakt. Ongeveer 60% grafieken, voor de rest kaarten, schema's, foto's, infographics en nog een aantal wordclouds. Nou zegt dat eigenlijk allemaal niet zoveel, 28.500. Hoeveel is dat nou? Orde van grootte, dat is iets wat we vaak hanteren om het dan een beetje begrijpelijk te maken. Nou, als je dan kijkt, 25 jaar, 28.500 figuren, dat is ongeveer 5,5 figuur per werkdag. Oké, leuk. Ik kan het ook nog anders uitleggen. Onze figuren zijn 124 of 144 mm breed, ongeveer. Als we dat allemaal in de breedte naast elkaar zouden leggen, dan kan je een hele leuke wandeling door Den Haag maken. Startend hier in B30 bijvoorbeeld, gaan we naar de overkant, naar het ministerie van LNV, even langs het tijdelijke verblijf van de nieuwe Tweede Kamer, langs het Centraal Station, naar het ministerie van INW, door de binnenstad naar het Binnenhof, even rondom om de Hofvijver heen en dan terug naar het Malieveld, over het Malieveld, het Haagse Bos in, eventjes nog richting de Koning en dan als je bij de Vijver bent omdraaien en snel terug naar B30. Dan heb je ongeveer 4 kilometer gelopen en het hele pad is dus bezaaid met figuren. Lijkt me wel erg leuk trouwens. Moeten we een keer doen. En wat zien we dan aan verschuivingen eigenlijk in de loop van die tijd? We zien in ieder geval, dit is het beeld van 25 jaar visualisaties, we zien dat er steeds meer beeld zijn gaan gebruiken in onze PBL-producten. En er zijn ook een paar momenten die je eruit kunt lichten waarop er een verandering heeft plaatsgevonden. Dat is ten eerste 2006. Vanaf dat moment zie je wel dat we steeds meer schema's zijn gaan gebruiken. Schema's geven vaak aan meer kwalitatieve informatie, maar ook juist complexere informatie en samenhang om dat te verbeelden. Dus dat zie je steeds meer toenemen. En een ander moment is 2012 geweest. Onze toenmalige directeur Maarten Haaier, die heeft ons toen op het spoor gezet van de infographics. En in samenwerking met Frederik Ruijs, hier vandaag ook aanwezig, hebben we toen het boekje Nederland Verbeeld gemaakt. Dus dat zijn eigenlijk twee momenten die je terugziet. Ik heb eigenlijk nu al het eerste deel van ons boekje geschetst. Dat gaat over de historie en hoe we werken. En het tweede deel, dat gaat over de lessen uit de afgelopen 25 jaar. En daarvoor wil ik graag het woord geven aan mijn collega Philip de Blois. Leggen we hier neer. Zo, even verder klikken. Ja. Ik ben dus Philip de Blois. Ik ben ontwerper van datavisualisaties en infographics bij het visualisatieteam van het PBL. En ik ga jullie meenemen door de inhoud van het boekje. En dat doen we aan de hand van foto's van het boekje. Bijvoorbeeld deze foto van een illustratie die voorkomt in het boekje. Iedereen ziet de gekleurde boodschap. Erg belangrijk voor het PBL om te realiseren dat onze doelgroep, de beleidsmakers, dat die verschillende politieke achtergronden hebben, verschillende overtuigingen, verschillende opleidingen. En daarom is het belangrijk dat we onze huisstijl, dat we ervoor zorgen dat die herkenbaar is. En daarmee een betrouwbare indruk geeft. De stijl van het PBL.
een neutrale indruk, dat wilde ik zeggen. De stijl van de PBL, deze bladzijde, gaat over de 10 herkenningspunten van onze figuren. En ja, dat is door de jaren heen gegroeid. Dat is steeds meer vastgelegd eigenlijk ook. En het is ook wel belangrijk gebleken, want onze voormalige directeur die heeft wel eens meegemaakt tijdens een congres dat hij werd aangesproken door iemand van een ministerie. En die zei, hé, dit is een mooie figuur, zoiets zouden jullie ook moeten kunnen maken. En onze directeur herkende dat als een figuur van ons. Dus wij maakten dat al. Dus sinds die tijd zetten we ook letterlijk pbl.nl in de figuren, zodat daar geen twijfel over bestaat. Ja, die heldere uitgangspunten, dat is onder andere dat we assen op nul laten beginnen. De i-as, ja, dat is zo belangrijk dat je lezer ervan uit kan gaan dat wat hij ziet ook in verhouding is tot het totaal. En er zijn uitzonderingen, maar dit is een uitgangspunt. Ook dubbele i-assen, die gebruiken we liever niet. Een dubbele i-as ziet er zo uit, dan gebruik je eigenlijk twee verschillende eenheden in één figuur. Ja, je kan erover discussiëren of je dat mag doen, maar wij zeggen als je het gewoon naast elkaar zet, dan kan je het net zo goed vergelijken en dan is het voor de lezer veel duidelijker om te begrijpen. We hebben als team hard gewerkt aan dit boekje. Deze spread is geschreven door Jan de Ruiter. Die weet heel veel van kaarten en ik heb hier heel veel van geleerd. Niet dat de aarde rond is, want dat wist ik wel, maar vooral van het maken van dit figuurtje. En dit figuurtje legt uit hoe de Mercator-projectie werkt. En die werkt eigenlijk zo dat er vanuit het middelpunt van de aarde schijnt er licht door de aarde heen tegen een koker die om de aarde heen staat. Dus ik was dat aan het maken, maar de lijnen die ik trok, die gingen niet dwars door het middelpunt. Dus toen ben ik gaan overleggen met onze cartografen en jongens, wat is hier aan de hand? En toen kwamen we erachter dat Mercator dus niet een vast middelpunt heeft in het midden van de aarde. Dus we hebben allemaal hiervan geleerd. Want als dat zo zou zijn, dan zou de noordkant en de zuidkant nog veel meer vertekenen. Al die kennis die we hebben over figuren, die gebruiken we om de juiste keuze te maken in het verhaal dat we willen vertellen. Dus als het belangrijk voor je verhaal is dat waar iets gebeurt, dan is het goed om een kaart te gebruiken. Maar als het belangrijk is dat je de cijfers goed onderling kan vergelijken, dan kan je beter kiezen voor een staafgrafiek. Je kan er ook voor kiezen om het te gaan illustreren. Dus dat je in plaats van een staafgrafiekje, dat je ervoor kiest om hetzelfde in een landschapje weer te geven. En eigenlijk is het de kijker die krijgt een andere indruk als hij naar een staafgrafiek kijkt. Dan gaat het vooral om de cijfers en het vergelijken. Maar als je een illustratie ziet van een leefomgeving, dan krijg je eigenlijk gelijk een visuele introductie tot het onderwerp. Dus ja, dan gaat het over de leefomgeving en dan gaat het over het onderwerp wat we willen bespreken. Alle kennis, maar ook kennis over tekst, komt bij elkaar in infographics. In infographics willen we een verhaal in één keer vertellen. En ja, dan is het belangrijk dat de titel de boodschap weergeeft. Maar dat ook alle datavisualisaties, illustraties, iconen, dat die boodschap ondersteunen. Voor het maken van infographics vinden we het ook heel belangrijk dat je gaat schetsen van tevoren. En dan gaat bespreken met het hele team. En met een schets, daar kunnen mensen nog fijn op reageren. Dat ziet er nog niet af uit. En dan kan je nog nieuwe versies maken en een steeds betere versie. En daar wordt het beter van. Als we dan figuren publiceren, dan begint eigenlijk pas de reis van een figuur. Wat we daarmee bedoelen, een figuur gaat een eigen leven leiden. Bijvoorbeeld deze figuur, daar hebben we het heel erg bij gemerkt, invloed in de keten. Die gaat over de handelsrelatie tussen boeren en consumenten. En dat gaat door allerlei spelers. Maar vooral de inkoopkantoren, die zitten in het midden van de supermarkten. En dat zijn er 5 in Nederland. Dus we zeggen van daar zit invloed in. En we hebben gezien dat deze figuur werd hergebruikt in het jaarverslag van Wakker Dier. En die hebben extra de nadruk gelegd op die invloed. En ook hebben we gezien dat het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, die heeft er een tweet aan gewijd. Die hebben juist de aandacht van die invloed hebben ze afgelegd en gericht op de wereldhandel.
En daar hebben ze ook een heel goed punt qua inhoud. Maar het is leuk om te zien dat zo'n figuur wordt hergebruikt. Dat is natuurlijk een grote eer. En dan zie je dat eigenlijk iedereen zijn eigen kleur begint te geven aan zo'n figuur. Het begint bij die ander, ontstaat er een verhaal. Eigenlijk ben ik dan weer terug bij wat ik al aan het begin zei. Iedereen ziet de gekleurde boodschap, maar ook iedereen kan met onze figuren zijn eigen verhaal ermee gaan vertellen. En ik hoop dat jullie nu allemaal dat boekje gaan downloaden of erbij pakken. En ook jullie eigen kleur geven aan de inhoud van dit boekje. Dat was mijn vraag. Dankjewel Philippe. Dankjewel Raymond voor deze korte terugblik en een heel klein inkijkje in wat er nog veel meer aan wijsheid, lessen, tips in het boekje zit. Het roept bij mij in ieder geval twee dingen bij me op. Die wandeling voor jou, Raymond, die 4 kilometer, eigenlijk is het gewoon 12 kilometer. Hè, want elke figuur wordt minstens in drievoud gemaakt. En ga maar na. Maar het is wel een beeld wat in ieder geval spreekt. En het tweede is, iedereen haalt zo, dat zei jij, Philippe, iedereen haalt toch ook zijn eigen beeld uit een plaatje. Mij is ooit uitgelegd dat 1 tot de min 10.000, je hoort het al, een kans, een hele kleine kans, uit te drukken was met een blaadje van een wc-rol. En dat beeld van die wc-rol is voor mij veel krachtiger blijven hangen dan dat 1 tot de min 10.000 of zo. Nou, dat hoor je dus. Oftewel, de beelden die je gebruikt brengen iets teweeg. En ik denk dat dat precies is waar Babette Porcelein ons iets meer over gaat vertellen uit haar ervaring. Ze is afgestudeerd als industrieel ontwerpster in TU Delft. Direct daarna met een eigen bureau begonnen op het gebied van design en communicatie. Maar al heel snel volgens mij doorgegaan naar wat willen we eigenlijk met beelden. En dat is toch gewoon beweging maken. Met de stichting Think Big, Act Now heb je daar ook gestalte aan gegeven. Je vertelde me hiervoor dat je met een heel netwerk van mensen daar ook allerlei mooie acties doet. Je geeft lezingen, trainingen en je gaat ons vast in jouw verhaal ook vertellen waarom het zo belangrijk is om die beelden te laten spreken. Ga je gang. Dankjewel. Even voor de goede. Ik heb 10 jaar bij bureaus gewerkt voordat ik voor mezelf begon. Ik ben erg ook van dat het allemaal klopt. Hè? Dus dat zullen jullie misschien zo ook wel zien in mijn werk. Mijn aanbeveling geef ik meteen al weg. En dat is verbeeld kennis. En dan ga ik nu uitleggen waarom ik dat een goed idee vind. Maar inderdaad, dank voor je introductie. Ik ben ondertussen schrijver, ondertussen 3 boeken gemaakt. En daarin gebruik ik ontzettend veel plaatjes. Op iedere pagina staan er minstens 1. Dus het is, ik denk in beeld. Dus ik kan je dit laten zien, of ik kan je dit laten zien. Wat mij betreft dus saaie tekst. En waarom geef ik nou de voorkeur aan plaatjes? Science says dat plaatjes gewoon ontzettend veel directer binnenkomen bij mensen. En bijvoorbeeld, ze worden 600.000 keer sneller geprocessed in je brein dan tekst. En alles wat we vandaag zeggen, nou misschien 10% blijft ervan hangen. Maar van de plaatjes die we laten zien, daar zullen jullie er morgen misschien nog wel 1 of 2 van weten. En misschien over een half jaar nog steeds. En want daarvan blijft 80% hangen. Het beeld is gewoon een heel erg krachtige methode om je verhaal over te brengen. En dat is heel belangrijk bij kennis en wetenschap. Wetenschappelijke inzichten zijn wat mij betreft onze bagage die we nodig hebben om de toekomst goed vorm te geven. En dat is waar ik op aanga, waar mijn werk ook over gaat. Ik schrijf over het milieu en wat je daar zelf aan kunt doen. Over beeldgebruik. Ik schets omdat ik denk in beelden en dan ga ik nadenken over hoe zit iets in elkaar en dan begin ik gewoon te tekenen. Ik gebruik beelden om cijfers over te brengen op een manier die mensen meer zegt inderdaad dan een kans van 1 op 10.000. En dan ga je dat inderdaad verbeelden. Dat komt dan veel intuïtiever binnen. Ik gebruik het ook om teksten te illustreren, zodat teksten gaan leven. En ik gebruik het ook om visies of modellen weer te geven. Die kan je uitleggen
maar je kan ze ook laten zien. Nou, ik zal een aantal voorbeelden zo gaan geven. Nou, dit is bijvoorbeeld, zit ik te schetsen, en dat is, uiteindelijk is dat een beeld geworden, een model van hoe ik denk dat de wereld in elkaar zit. En de systemen die we hebben ingericht in de maatschappij. En vervolgens is daar een boek van een hele dikke baksteen van 500 pagina's. Heb ik daar vervolgens voor nodig om dit model uit te leggen. En wat er dan allemaal misgaat en wat je er allemaal aan kunt doen. Maar goed, daar gebruik ik dan ook wel mijn plaatjes voor. Maar zo'n beeld is, vangt in feite zo'n enorm dik boek het hele verhaal. Nou, ik heb een aantal spelregels. Is voor zowel het schrijven als het tekenen. En dat is dat ik altijd de lezer of de kijker in mijn hoofd heb. Dus ik denk van, oké, dit is een heel complex verhaal. Hoe ga ik dit uitleggen aan mijn moeder of zo? En dat helpt mij om het eenvoudig uit te kunnen leggen. Einstein die zei ook ooit van, als je het niet eenvoudig kan uitleggen, dan snap je het gewoon niet goed genoeg. Ik verbeeld zoveel mogelijk. Als iets in een plaatje kan, dan doe ik dat liever dan in tekst. En tekst wordt dan ondersteunend. Maar meestal gaat het hand in hand. Het gaat echt samen op. Vervolgens vind ik het belangrijk dat zowel objectief is en intuïtief. Ik probeer tot de kern te komen zonder de nuance te verliezen. En volgens mij doen jullie dat bij PBL ook. Wat echt een verschil is met jullie werk, is dat ik niet alleen feitelijk wil zijn, maar ook persoonlijke verhalen kan vertellen. Omdat het naast beeld een belangrijke manier is om kennis over te dragen en dat het bij mensen aankomt. Dus dat is een vrijheid die ik heb. En verder ben ik in mijn werk altijd bezig met denk groot, denk over systemen na, overzie het geheel en vertaal vervolgens die lessen daaruit naar handelingsperspectief. Dus dat zijn dingen die ik gebruik in mijn werk en hoe ik werk. Nou, en vervolgens vind ik het dus echt heel grappig om te zien dat, hè, PBL is natuurlijk een wetenschappelijke organisatie. Jullie moeten eigenlijk de overheid en de politiek voeden met de juiste informatie, zodat zij keuzes kunnen maken. En toen ging ik nadenken over, ook in het voorgesprek met de heren, dat ik eigenlijk een soort one-man band ben. Want nou, ik zie dan een probleem in de maatschappij, hè? Dan ga ik op onderzoek uit, dus dan duik ik in wetenschappelijke informatie. Voor mijn laatste boek heb ik meer dan 2000 bronnen bestudeerd en heel veel mensen gesproken. Maar vervolgens stap ik eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de rol van de politiek. Want dan ga ik dus visie bedenken daarop, hè, visie vormen. Dan ga ik oplossingen bedenken. En daarna ga ik het dan ook nog eens opschrijven en tekenen. En nou ja, uiteindelijk, als het boek dan af is, dan reis ik graag in de ronde om, niet vliegend overigens, maar reis ik graag in de ronde om daarover te praten en over mensen daarover te vertellen. Dus dan hoop ik dan mensen nog mee te inspireren. Nou, ik kan heel veel vertellen over hoe ik werk, maar ik kan het jullie ook even laten zien. Een klein voorbeeld is, dus mijn eerste boek gaat over verborgen impact. Net wel in feite zeggen dat we natuurlijk allerlei externaliteiten hebben. Dus allerlei milieu-impacts die plaatsvinden tijdens productie, die we buiten beeld laten. We kopen die spullen hier in Nederland en we kijken vervolgens naar de CO2-uitstoot in Nederland. We hebben een focus op. En dat is dan iets wat we gaan aanpakken. Maar hoeveel laat je dan weg? Nou, dat heb ik uitgerekend, want daar ben ik dan nieuwsgierig naar. En dat blijkt dus 80% te zijn. Dit is natuurlijk een gigantische blinde vlek. Maar draai nou eens om, want als je dus verborgen impact wel meeneemt, kun je dus wel 5 keer zo effectief verduurzamen. Nou, maar hoe dan? Dus dan de volgende vraag. Ik heb een impact op 10 laten doorrekenen door CE Delft, jullie vast bekend. En er komt eigenlijk een heel verrassend beeld uit door verborgen impact. Dus spullen staat namelijk op 1. Volgens mij hebben jullie deze studie ook wel eens gedaan trouwens. Ik kwam hem tegen. Nou, en vervolgens dan vertaal ik dat naar handelingsperspectief voor mensen thuis. Nou, is het nog interessant om eens onze rollen naast elkaar te zetten? Hè? Van het PBL versus hoe vrij ben je, hoe objectief ben je? Welke doelgroep bedien je? Want het is natuurlijk best wel anders. En toch ook is het ergens wel weer vergelijkbaar. Nou, de rol is, heb ik net laten zien. Ik ben een soort one-man band. Ik doe het eigenlijk allemaal. Nou, niet in mijn eentje, maar toch een heel klein team.
En hoe vrij en hoe objectief. Toen ik dit voorbereidde, bedacht ik me van, volgens mij, ik ben onafhankelijk natuurlijk. Ik heb voor de rest niemand waar ik rekenschap moet afleggen of zo. Dus ik heb in feite heb ik de vrijheid om objectief te zijn. Maar jullie hebben niet de vrijheid om het niet te zijn. Vond ik wel grappig. Dus ja, kortom, volgens mij willen we allebei graag objectieve informatie weergeven. En doelgroep is voor jullie duidelijk politiek. En nou ja, ik hoor tot jullie doelgroep, ook al was het misschien helemaal niet de bedoeling, maar ik gebruik heel veel van jullie kennis en ook beeld. Daar zal ik zo wat voorbeelden van laten zien ook. En de verhouding tussen de beeld en tekst is bij mij, denk ik, ja, beeld is voor mij heel erg dominant. En ik denk dat het 50-50 opgaat. En bij jullie is het misschien bepaalde publicaties vooral tekst en andere publicaties weer juist heel veel beeld. Dus dat wisselt. Ook grappig om, denk ik, om te laten zien is nog één keer die top 10. Want toen ik hem namelijk aan het maken was, toen zeiden wetenschappers dus en onderzoekers tegen mij, kan helemaal niet wat jij wil. Want ik wilde verschillende soorten impacts bij elkaar optellen. En ik wilde gewoon een meetmethode waar alle impacts in zitten. Nou, bestond niet. Dus nou, oké, dan maar recipe, want dat komt dan het dichtst bij. Ik ga er even vanuit dat jullie weten wat het is. Maar daar zat bijvoorbeeld water niet in. De plastic zit er niet in. En sociale impact zal helemaal niet. Slavernij. Dus dat heb ik nou gedaan. Ik heb die impact erbij opgestapeld. Nou, dus iets wat jullie waarschijnlijk totaal nooit zouden mogen. Maar ik kan dat doen. En daarbij zeggen, jongens, dat mag eigenlijk niet. Maar ik vind het toch belangrijk om een indruk te geven van de orde van grootte. Dus dat is toch een verschil in de vrijheid die ik kan nemen. Nou, dit is een greep uit publicaties die ik heb bestudeerd voor mijn boek. Het zijn er veel meer. Ik heb ook allerlei mensen hier gesproken om een gevoel te krijgen voor kennis op te doen en te snappen wat belangrijke dingen zijn. Maar het is niet alleen kennis, het is echt ook, ik ben zo blij dat ik hier vandaag mag zijn, want deze publicatie hebben echt grote invloed gehad op mijn werk. En ja, jullie zijn echt een bron van inspiratie voor mij, nog steeds, en vooral ook in het begin ook geweest. Nou, bijvoorbeeld dit boekje, People and the Earth, hè? Deze is dat. Deze graphic die heeft wereldwijde, de WWF heeft dat ook gemaakt. Hè? Dus het Wereld Natuurfonds heeft ook deze informatie. Dus ik heb ze naast elkaar gelegd. Hè? Ik zoek vaak verschillende bronnen. En ik heb daar uiteindelijk dit plaatje van gemaakt. Waarbij ik laat zien van, oké, de mens gaat goed. Met de planeet gaat het niet zo goed. Dit plaatje komt uit duidelijk een andere doelgroep. Hè. Dit is echt voor wetenschap. Het is gewoon een wetenschappelijke publicatie. Het is, als ik zo vrij mag zijn, een vrij droog plaatje. En dit maak ik er dan van om mensen te bereiken. Om het intuïtiever te maken. Want in principe wil ik graag iedereen, dat iedereen het kan lezen. Ook iemand van 15 of man, vrouw in de straat. Nou, ik heb bijvoorbeeld hier heel veel geleerd over ik heb een hoofdstuk over scenario's. En ik heb hier heel veel geleerd over de SSP's. Daar heb ik een tekst over geschreven. Maar daar heb ik dus deze plaatjes bij gemaakt om die SSP's te illustreren. Gewoon omdat mensen dan meteen gevoel krijgen. Het was SSP 1 ook alweer. Oh ja, dat is die. En er hoort dan dat plaatje bij. Nou, dit is ook een beroemd plaatje van jullie, volgens mij tenminste. Hij staat mij ook heel erg voor ogen. Ik vind het een heel gaaf plaatje. Ik heb hem vertaald naar mijn eigen huisstijl en mijn eigen manier van doen. Dus denk ik iets intuïtiever. Nou, dat ziet er dan zo uit. Het is een spread in het boek. En nou, rest mij om alvast een klein beetje vooruit te kijken. Wat ik jullie toewens voor de komende 25 jaar is dat jullie lekker veel kennis verbeelden. Omdat dan de hele wereld daar, of in ieder geval heel Nederland, daar baat bij heeft. Veel meer mensen begrijpen wat je eigenlijk wil vertellen. Veel beter binnenkomt, veel beter blijft hangen. En volgens mij hebben we dat gewoon heel hard nodig. Kennis is gewoon onze bouwsteen om een toekomst richting te geven. Superbelangrijk. Nou, ik wens alle wetenschappers en schrijvers toe om vooral de ontwerpers zo vroeg mogelijk in het proces
op het juiste moment aan te haken. Gebruik die verbeeldende kracht. Laat je daar ook door inspireren. Werk daar ook het mee samen, dat je dat met elkaar doet. Om niet alleen in teksten of in cijfers te denken, maar ook hoe kan dat eruit zien. En het laatste punt is eigenlijk wat we vandaag met elkaar doen. En jullie vooral, met dit fantastische boekje trouwens. Ik ben ook heel erg blij mee, want hier kunnen we allemaal van leren van hoe doe je dat nou, hè? Kennis verbeelden. Wat zijn de spelregels om het echt kloppend te maken? Dat andere organisaties ook veel meer kennis gaan verbeelden. Wetenschappelijke organisaties, want daar kunnen wij allemaal ons voordeel mee doen. Dat is het, dankjewel. Dankjewel, Babette, voor de mooie woorden en de mooie uitbreiding van het verhaal naar doelgroepen die zeg maar wij niet zo vaak bereiken, tenminste waar wij niet op mikken, maar die we misschien toch soms best heel vaak bereiken. Heel veel mensen in Nederland kennen minstens één rapport van ons en anders kennen ze de plaatjes wel die dan in de kranten komen. Dus het is heel goed om ons bewust te zijn dat er achter de doelgroepen waar wij naar kijken ook andere doelgroepen zitten waar jij ook heel veel in opereert. Dank voor je aardige woorden ook. Ik als teamleider binnen PBL van het team waar het visualisatieteam ook in zit, ben ik ook geweldig trots op de stappen die gezet zijn, zeg maar. En de ontwikkeling die daar ook nog steeds in voortgaat. Want dat is denk ik waar zo'n dag als vandaag ook aan bijdraagt. Om mensen die in andere organisaties voor dezelfde uitdaging staan, hoe breng je die complexe kennis op een toegankelijke manier naar buiten, om die ook een impuls te geven dat het echt een vak is wat volop in ontwikkeling is en waar we hele grote stappen in kunnen zetten, door van elkaar te leren. Dus dank, Babette. Ik wou hiermee de sprekers, dus Raymond, Philippe, Babette, naar voren uitnodigen en ook Frederik Ruys. Ik zal jou kort zo introduceren. Als we aan het gesprek beginnen voor... Dankjewel. Zo zie je maar, iedereen die in beelden denkt, ziet dat dit plaatje er anders uitziet dan waar we nu zijn. Het onderdeel waar we nu aan komen is paneldiscussie. Een gesprek om de ervaringen nog wat meer met elkaar te verbinden. Wat ik daar voor iedereen die niet hier in de zaal is bij wil benadrukken, is dat we een chatfunctie hebben. We hebben zelfs Evert-Jan Brouwer die dat goed in de gaten houdt en die mij een signaal geeft als er punten zijn die aansluiten bij het gesprek of op voorrang vragen. Dus ik ga mijn best doen om die ook voldoende plek te geven in het gesprek. En ik weet dat wanneer de vraag hier in de zaal is, iedereen ook mans of vrouws genoeg is om zelf te laten merken dat hij een vraag heeft. Dus voelen jullie je ook uitgenodigd. Maar voordat we het gesprek ingaan, Frederik Ruys, welkom. Dank voor je komst. Jij hebt in ieder geval een stukje gedeelde geschiedenis met het visualisatieteam. Nederland Verbeeld is al genoemd. En je hebt aan meer zichtbare publicaties meegewerkt. Je beschrijft jezelf, tenminste zo begreep ik het op de website, als informatieontwerper en datajournalist. Ja. Wat vrij aardig aangeeft dat je zowel aan de waar gaat het over als wie moet het weten kant beschrijft. Vanuit je bureau Visualism. Gewoon dankjewel. Visual journalism. Ja, nee, dat is geen makkelijk woord. Maar, ja. Heb je ook een behoorlijk bereik bij kennisinstellingen, bij onderwijsinstellingen, overheden en media. Dus ik denk dat jij veel ervaring vanuit jouw gebied hebt met ook het speelveld waarin PBL opereert. Fijn dat je die ervaring ook met ons wilt delen en je sluit het straks ook af, dus je kan ons nog wat meegeven. Cool. Mijn eerste vraag is ook, is ook aan jou en daarna is iedereen vrij om daarop te reageren. Zijn nou goede visualisaties tegenwoordig belangrijker dan 25 jaar geleden? Ja, ik denk dat zeker omdat wetenschappelijke visualisaties op een veel groter publiek terechtkomen. Ik denk dat wetenschappelijke visualisaties, die zijn natuurlijk van alle tijden. Ze zijn al eeuwenlang worden er prachtige datavisualisaties en visualisaties gemaakt. Alleen die waren natuurlijk voor een heel bescheiden groep gemaakt. Die boeken die kwamen natuurlijk niet overal bij iedereen onder de ogen. En ik denk juist van de afgelopen 20, 30 jaar is dat een heel erg gedemocratiseerd. Ik denk dat het veel meer mensen die visualisaties zien. En dat is alleen maar goed. Maar dat betekent ook dat steeds meer mensen een mening gaan vormen. Iedereen ziet daar steeds meer kleur in.
Dus het is zeker ontzettend belangrijk, ook omdat Babette zei van informatie is macht, kennis maakt machtig. Dus dat is visualisatie draagt eraan bij. En dat is meer dan 25 jaar geleden alleen maar meer geworden, zeg. Precies, ja. Ook ja. Omdat er veel meer media zijn die het kunnen verspreiden. Dus niet meer dat oude boek in de bibliotheek, maar gooi het open riool wat de sociale media soms kan zijn. Dus daar zie je het ook in. Ja. Herkennen jullie het antwoord? Dat beeld? Ja, ik denk dat, dat de hoeveelheid plaatjes en teksten die over ons uitgestort worden, ook op social media, maar ook alleen al, vroeger was, 25 jaar geleden had je Nederland 1 en Nederland 2 en dat was het zo ongeveer. Nu heb je duizenden kanalen waar je informatie vandaan kan halen en ja, je wordt overspoeld als je alle social media meetelt. Dus om daar nog ergens wat mensen nog te bereiken, moet je heel krachtig zijn om überhaupt op te vallen in al dat geweld. Dus ik denk dat dat alleen al het heel anders maakt dan 25 jaar geleden. Als er toen een serieuze man met een baard stond en die zei van dit is belangrijk, dan wisten mensen dat de volgende dag, weet je wel. Dan hadden we dat allemaal gezien en een praatje daarover. Maar nu is dat natuurlijk helemaal niet meer zo. Nee, de serieuze man met die baard zijn wat anders gaan doen inderdaad. Ja. Die is wat anders gaan doen. Nu zijn er veel meer vrouwen die dat soort dingen doen natuurlijk, gelukkig. Ja. Maar dit is, er staan er nog 100 naast je ook om het te toeteren. Dus kom er maar eens bovenuit. Je moet heel sterk, en dan helpt het beeld heel erg. Als ik op LinkedIn een verhaaltje plaats zonder een plaatje erbij, vergeet het. Plaats je er een plaatje bij, dan krijg je veel meer aandacht. Nou speelt binnen PBL Raymond en Philippe Impact natuurlijk ook een belangrijke rol. We willen dat onze rapporten gelezen worden, maar ook dat de boodschap eruit doorklinkt. Is dat nu belangrijker geworden en zijn daarmee jullie visualisaties ook belangrijker geworden? Ja, je kunt het zeker met een goede visualisatie, dat liet Philippe heel mooi zien, ook met die reis die zo'n figuur kan maken, kan je heel veel impact krijgen. Het is niet altijd makkelijker. Want, je weet ook, we hebben nog niet helemaal de vinger erachter wat het nu precies triggert. En die van de keten eigenlijk, die heeft wel heel veel impact gehad. En dat eigenlijk ook wel enigszins onverwacht. Maar dat kwam ook omdat het gewoon een mooi beeld was, wat heel erg bleef hangen bij de mensen. En daar werd eigenlijk ook op, dus een fraai beeld nodigt eigenlijk ook sneller uit tot een reactie, zou je aan zeggen. Maar om nou precies te zeggen dat we de vinger erachter kunnen zetten, nee, dat is echt nog wel even een speurtocht. Ja. Ja. Ik denk dat wat in dat beeld ook heel goed werkt is, omdat we waren toen inderdaad bij het proces en de eerste versie die we maakten, daar gebruiken we steeds metaforen van hoe kunnen we die keten gaan vertalen. En mijn credo is eigenlijk altijd van vermijd metaforen, omdat het zet altijd de kijker heel snel op een verkeerd spoor. En volgens mij waarom die visualisatie best goed werkt, omdat we de keten, dus niet als ketting of wat dan ook, maar echt als verbinding. Elke stap is gewoon zijn verbindingen van mensen of van goederen. En juist dat hebben we verbeeld, precies dichter bij de werkelijkheid gezeten. En ik denk dat heel belangrijk is bij elke visualisatie die je maakt. Tenminste, dat is altijd mijn uitdaging. Als het niet lukt, ga ik toch weer terug naar de bron. Wat ben ik hier aan het verbeelden? En niet zozeer daar een soort vertaling in maken. Want dan moeten lezers of kijkers daar ook die vertaling maken. En ik denk omdat we dat op een gegeven moment hebben gevonden, toen is gaan werken. Ja. Ik herinner mij dus de eerste keer ik dat plaatje zag. Oh ja. Dus ik heb hem vanaf de andere kant, waarom die mij triggerde. Ik dacht, wat is dat voor een soort mooi kwalbeest of zo wat daar zwemt. Ja. Toch een metafoor. Ja, eigenlijk wel. Maar dus ik herinner me dat ik inderdaad getriggerd werd door het mooie beeld. En daarom wilde weten, wat is dit? Ja, ja, beelden spreken wat dat betreft. En daarvoor gebruiken we ze natuurlijk ook. En jij raakt al het punt waar ik ook graag op door wil gaan. Want een worsteling, als ik het zo mag noemen, wat ik bij het werk binnen PBL wel herken, is dat het soms echt heel moeilijk is om de echte boodschap naar boven te halen. Oftewel, er is heel goed onderzoek gedaan. Er zitten vaak, en een goed onderzoeker weet de nuances te brengen, weet ook de bandbreedtes en de betrouwbaarheidsmarges enzovoort. En wat is dan de echte boodschap die je moet verbeelden in je plaatje? Philippe of Raymond, kun je een voorbeeld geven of ervaring in dat opzicht geven? Hoe je zo'n boodschap
Nou ja, het vinden van de juiste boodschap heeft ook te maken met of je, welk verhaal wil je overbrengen. Maar ik vind die invloed in de keten, die heeft ook zeg maar op het juiste moment het debat geraakt. He, dus je hebt ook mensen nodig in je team die weten wat voor vragen de mensen hebben en waar ze antwoord op willen hebben. En wat er op dit moment belangrijk is in een stikstofdiscussie. Als je daar een heel mooi beeld bij hebt die interesse opwekt, waar mensen nieuwsgierig van worden. Ik denk dus dat het ook goed is om in je team mensen te hebben die weten wat daar buiten speelt. Zodat je, dat die auteur ook verder wordt geholpen om het juiste verhaal naar buiten te brengen. Maar dan heb je het dus eigenlijk ook al over een dialoog met de auteur. Je moet in dialoog gaan. Daar helpt schetsen ook bij. Hè? Dus daar ga je uitschetsen van, bedoel je dan dit? En dan denken ze misschien in eerste instantie, nee, dat bedoelde ik eigenlijk niet. En dan weet je dat je op zoek moet gaan naar wat er wel verteld moet worden. En vaak ook, dat is juist ook zo mooi van jullie team, dat jullie ook collega's aanmoedigen om te schetsen. Dus dat je niet alleen zelf gaat schetsen, maar dat je ook zegt tegen de wetenschapper, tegen de auteur, van teken jij eens wat je wil. Ik denk dat ook niet vaak genoeg aangemoedigd kan worden, dat iedereen zelf pen en papier pakt om te tekenen. Want dat helpt je eigen verhaal structuur te geven. En het helpt ook een visualisatieteam ontzettend mee vooruit. En ik heb genoeg collega's bij de PBL gezien die dat kunnen. Dus, het tekenen helpt ons allemaal. Ik kan me ook voorstellen dat wanneer je dat... jij had het over een one-man band. Hier is het vaak een team effort. Mensen die meer naar de omgeving kijken. Mensen die weten hoe het in het beleid mogelijk zal gaan vallen. Mensen die de content kennen. Mensen die denken over de plaatjes. Maar het is natuurlijk wel teamwork om dat bij elkaar te brengen. Ik kan me zo voorstellen, ik ben eigenlijk benieuwd of dat jullie ervaring is, dat het af en toe zo is dat wanneer je als verbeelder aan de slag gaat, nadat je je goed hebt geïnformeerd en rondgekeken, en dus dat teamwork heeft zijn werk gedaan, dat je met een plaatje of een schets terugkomt waarvan die onderzoeker zegt, oh, is dat wat ik eigenlijk bedoel? Is dat wel of is dat een fantasie van mij? Vaak zit je natuurlijk wel al te praten richting, in een bepaalde richting. Hè? Een auteur ziet ook wel iets voor zich, vaak. Maar het helpt wel om iets te zien. Zeg ik dat goed? Dus zodra je het begint te tekenen, dan begint iemand ook voor zich te zien. En dan helpt het om te beseffen wat je eigenlijk aan het zeggen bent. Misschien moet ik nu een tekening maken, zodat ik duidelijker kan overbrengen wat ik bedoel. Ja, er zit een tegenspraak in dat we hier met elkaar praten over beelden. Daar gaan we vandaag niet helemaal uitkomen. Ik kan misschien wat verder opzij gaan staan, maar dat helpt ook niet veel. Nee, precies. Ja. Nou, wat wel grappig is, want ik kom soms ook wel eens van buiten en dan kom ik ergens binnen en is mijn opdracht iets te gaan verbeelden. En dan zit je dus erg met wetenschappers, mensen die heel erg in hun vak zitten. En dan maak je gewoon mee dat ze gewoon zeggen, ja, maar wat ik doe is gewoon te ingewikkeld om in één plaatje te vatten. Dan voel je je eigenlijk nog meer uitgedaagd om dat toch te gaan proberen. En dan de grootste kick vind je dan toch als iemand dan zo kan zeggen van, nou, dit plaatje is helemaal, ik kan het nu aan mijn vrouw gaan uitleggen of aan mijn man gaan uitleggen waar ik mee bezig ben. Ja. Dus ja. Ik denk, en daarom vind ik ook die quote die Babette zei over Einstein, ik kende hem niet, maar ik vind hem inderdaad zo fantastisch. Als je niet in staat bent om iets helder uit te leggen, dan betekent het gewoon dat je het nog niet begrijpt. En daarom denk ik ook, als wij iets tekenen allemaal, dan hebben we gewoon de drive om helemaal uit te zoeken hoe dat werkt. Omdat we gewoon weten van, als we niet weten hoe het werkt, dan kunnen we het ook nooit tekenen. Dus dat is een hele mooie quote. Die gaan we vaker gebruiken. Ja. En wat er in jouw antwoord ook doorspeelt, is de intensiteit van het gesprek. En daar heb jij het ook over. Het contact wat je onderling hebt. Vanuit de kennis, vanuit het vermogen om het te verbeelden. Daarin ontstaat het beeld. En als het daar niet ontstaat, dan is er ook iets aan de hand. Heb je daar voorbeelden van? Dat er dingen zijn waarvan je denkt, ja, dit is echt onmogelijk te verbeelden. Dit kan niet. Of mislukte illustraties of je ergste... Kijk, soms willen ze ook alles in één beeld vertellen. Ja. En dat is voor de kijker soms ook niet te bevatten. Hè? Dus als je alles, al jouw kennis, sommige mensen weten echt heel veel van iets. En als je dat allemaal in één beeld wil neerzetten, dan wordt het ook heel lastig te begrijpen, omdat het veel is. Ik denk dat het goed is als je dan je verhaal in stukjes gaat opdelen.
en gaat zeggen, nou laat ik eerst het eerste deel vertellen, of eerst het overkoepelende verhaal. En dan kan je je lezer meenemen naar die details die er wel toe doen natuurlijk, maar die je misschien pas op een later moment moet vertellen. Ja, doseren, staan. Ik denk inderdaad ook precies wat Philip zei, ook gewoon vragen van wat je precies wilt vertellen. Ik heb een keertje, dat was gelukkig niet hier, maar bij een energiebedrijf over, en die wilden graag een visualisatie hebben over de energietransitie. En die kwamen dus met data over het brandstofverbruik, van fossiel naar hernieuwbaar. En nou ja, de cijfers spraken voor zich, dus ik dacht energietransitie, dat had ik een visualisatie waarin de cijfers tot uiting kwamen van nu en verbruik straks. En toen kwam ik daarmee terug en toen waren ze allemaal met verbaasd. Ja, dat is toch niet wat we willen gaan communiceren. En ik zeg, nou, dat is gek, want jullie geven me de data van de energietransitie. En dit is toch precies de boodschap die je toch wilde gaan overbrengen. Nou, en toen heb ik een beetje afgedwongen dat er toch de ingenieur erbij kwam van het energiebedrijf die dat moest gaan leiden. En die kwam met het verhaal, en dat was een heel ander verhaal. Dat ging namelijk over Duitsland, waar die kerncentrales waren gesloten. Die zware industrie had energie nodig, maar dat moest dus van die windmolens komen uit het noorden. Nou, en die verbinding van noord naar zuid, ja, dat vereiste dus een nieuwe uitbreiding van het energienetwerk. Dus een totaal ander plaatje. Dus toen ik dat ging schetsen, toen was dat inderdaad wat ze nodig hadden. Maar ik had mezelf gewoon betrapt dat ik onvoldoende had doorgevraagd. Ik had gewoon klakkeloos, ik had data gekregen, ik had een briefing gekregen en ik was gaan schetsen. En dat is gewoon iets wat we eigenlijk heel vaak merken. Van als je het... Die is herkenbaar. Dat geldt voor onderzoekers natuurlijk ook. Als je niet doorvraagt wat de echte vraag is, dan kan je een heel mooi onderzoek doen naar iets waar niemand op gevraagd heeft. ik zie dat er een vraag is, om bij de thema door te gaan. Evert-Jan... Er is een levendige discussie op de chat. Okay. Vertel. Nou, er is ook al veel applaus geweest in de zaal, maar ook digitaal. Dus sowieso heel veel complimenten en dankbetuigingen van allerlei mensen. Ik pik er eventjes twee dingen uit. En dat gaat over het punt waar Philip net op kwam. Onderzoekers kunnen soms heel veel vragen van jullie als visualisatieteam. Maar uiteindelijk, en dat zei Babette ook al, je hebt ook natuurlijk de kijker of de lezer in beeld als het goed is. En daar gaan dus twee opmerkingen over. Eentje is van Ingrid Vermeulen. En zij zegt, doelgroepen zijn soms heel divers, met een andere informatiebehoefte bij de boodschap. Hoe ga je daarmee om, zonder de visualisatie vol te proppen met een teveel aan informatie? En zekere Quentin Laroy, die gaat er eigenlijk op door, maar dan met een actuele spits. Die legt een link met de veranderingen in de COVID-tijd. Die zegt, datavisualisatie heeft mede dankzij COVID een vlucht genomen en dit als het ware genormaliseerd, voor mensen die daar eerst niet zo bekend mee waren. Denk enkel aan de grafieken in vrijwel elke soort media. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe men rekening houdt of probeert te houden met de balans tussen de visualisatie, de boodschap en het niveau van data, de geletterdheid van de lezer of doelgroep. Nou, ik dacht dat is misschien leuk om even in te gooien. Dat zijn twee leuke onderwerpen. Wie voelt zich aangesproken? Ik voel me sowieso aangesproken. Heel goed. Nee, wat ik ook in presentatie vertelde, onze huisstijl is vrij, proberen we heel helder in te zijn. En dat we dingen telkens hetzelfde aanpakken, zodat het herkenbaar wordt voor mensen. En daardoor voed je eigenlijk ook je lezer op. En hopelijk, als ze heel veel onze grafieken hebben gezien, dan beginnen ze te leren dat ze daarop kunnen vertrouwen hoe ze die moeten lezen. En ik denk dat je op die manier wel je toeschouwers kan opvoeden, soort van. Maar ja, rekening houden met de diversiteit aan wat de mensen aan voorkennis hebben, dat is wel heel lastig. Ik denk dat we bij PBL daar misschien rekening mee houden doordat we verschillende soorten producten maken. Dus we maken de infographics boekjes waar echt één boodschap in één spread staat, in één dubbele pagina. Maar dat moet eigenlijk nieuwsgierigheid opwekken naar de beleidsstudie die daarachter zit. Die heel veel tekst bevat en een aantal grafieken. En die moet misschien weer nieuwsgierigheid opwekken naar de wetenschappelijke papers die daarachter zitten. Dus daar zit wel een niveau in van hoeveel kennis wordt er aan je overgedragen en hoe begrijpelijk is het. Babette, wil je heen kijken? Ik merk heel erg dat als ik voor een... gisteren sprak ik voor 16-jarige mbo-studenten. Dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal, neem ik dan mee, dan wanneer ik volgende zondag spreek ik in Madrid, ik ga met de trein,
Op een literair festival. Dus dan praat je heel anders, neem je ook hele andere plaatjes mee. En, of het kan hetzelfde plaatje zijn, maar dan abstraheer ik hem of dan haal ik de tekst weg. Of wat ik erover vertel, gebruik ik andere woorden. Het heeft heel erg mee te maken om je inderdaad te richten op wie luistert er naar dit verhaal. En, of wie leest dit. En hoeveel tijd hebben ze er ook voor? Want in een praatje vertel je even iets, de aandachtspanne is maar kort. Terwijl als ze vervolgens een boek gaan lezen of een paper, dan nemen ze er misschien iets meer tijd voor. En dan kun je ook iets meer body geven aan de content, aan de inhoud. Dus het verschilt niet alleen per intelligentieniveau of zo, of leeftijdsgroep of opleiding of zo, maar ook hoeveel tijd hebben mensen om die boodschap tot zich te nemen. En je gaat dus van super abstract en eigenlijk eenvoudig weergegeven, met weinig tekst uitgelegd, tot het hele genuanceerde, uitgebreide verhaal daaronder. En ik gebruik eigenlijk wat er op dat moment logisch en nuttig is, en wat mensen op dat moment, waar ze op zitten te wachten om te vertellen. Dus dat is, ja, dat is wel iets waar je eigenlijk altijd mee bezig bent, van wat kan iemand op dit moment nog aan om te horen. Daar gaan nog vragen op door, begrijp ik. Ja, er zijn toch wel vragen ook aan het adres van Babette, eigenlijk of het wel mag wat je doet. En dat raakt ook een beetje aan het gebruik van PBL-figuren, van hoe zit dat precies? PBL zit er dan keurig in, nou, pbl.nl. En dan wordt er soms sommige gepakt en er wordt een draai aangegeven. En dan komt het op een hele andere vorm terug, bijvoorbeeld in jouw boeken. Dus de vraag is eigenlijk een beetje van, hoe zit dat precies met die rechten? Mag iedereen zomaar onze figuren gebruiken? En mag je daar nog weer een draai of een andere vorm aan geven? Ook al is dat misschien voor de doelgroep wel heel bruikbaar. Ja. Ik denk dat ik er begin. Best iets over kan zeggen. Ja. Ik zet sowieso altijd de bron erbij. En als ik letterlijk iets overneem, dan vraag ik het aan de instantie of het mag. Deze geef ik even meteen door aan Raymond. Ja, we hebben het eigenlijk heel simpel. Je mag al onze figuren hergebruiken. Ze vallen onder de zogenaamde CC BY. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon de figuur mag hergebruiken met bronvermelding. Wil je hem aanpassen, willen we graag dat je dat ook erbij vermeldt. Dat je dat hebt gedaan. Maar voor de rest graag gebruik het en vertel de boodschap, zou ik haast zeggen. Dus graag. Dus ook wat bijvoorbeeld Wakker Dier deed en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Gewoon soms met potlood of pen in de figuur, dat mag ook. Ja, mits mooi, er een prachtig. Bij staan. Goed voor de discussie. Ja. Mits ze de bron vermelden. Ja. Ja. Mits ze de bron vermelden. Ja. En ook aangeven wat ze erin aanpassen. Ja. Ja, nee, die is duidelijk. Want dit raakt een ander thema wat ik graag nog in het gesprek een plek wil geven. Plaatjes geven ook een duiding, hè? Daarvoor heb je ze ook nodig, want het gaat over complexe vraagstukken, vaak veel data. En of mensen nu geletterd of minder geletterd zijn, er zit vaak te veel complexiteit in het hele verhaal. Daar heb je een plaatje voor nodig. Maar met een plaatje moet je dus ook kiezen. Je, tot op zekere hoogte vereenvoudig je, versimpel je, verhelder je, geef het een woord. Dus je gaat er ook een framing, het woord objectiviteit gebruikte jij, maar er zit altijd een zekere framing. Er zit een bepaald beeld van waaruit het plaatje de boodschap vermeldt. Moeten we daar als PBL niet heel erg voor waken? Maken we ons niet heel erg kwetsbaar door die framing en die plaatjes te geven? Dan wil ik graag eerst eventjes een van jullie twee op laten reageren en dan de collega's. Nou ja, ik denk dat het onmogelijk is om te suggereren dat je objectief bent op het moment dat je een boodschap gaat vertellen. Dat je vertelt. En dat is ook wat Philip zegt, van alles heeft een kleur. Ik denk dat je wel transparant moet zijn, net zoals dat je dat doet in je tekst, dat je ook in je visualisatie, dat je met welke frame je daarnaar kijkt. En ik denk dat je daarin ook transparant moet zijn. En ik denk dat dat ook een beetje het gevaar is als je wilt proberen het beeld in één oogopslag duidelijk maken. Want het heeft natuurlijk altijd nuances. En die nuances die zorgen voor een evenwichtige boodschap. En die is wel heel erg belangrijk. Dus het idee dat je verhaal in één oogopslag duidelijk is, dat is soms wel heel erg ambitieus. En ik denk dat je ook gewoon meer rekening moet houden. Ja, mensen moeten ook daar meer tijd voor nemen. En niet zeggen van, goh, het beeld moet in 2 seconden een heel paper gaan verklaren. Dus die ambitie moet je niet nastreven, denk ik. Als het niet makkelijk is, dan is het gewoon niet makkelijk. Nee, precies. Ja. Maar wel met recht dat je je publiek serieus neemt en met een goed plaatje. Ja. Babette, wil jij hierop reageren?
Ja, ik probeer heel erg om... wat ik neerzet is een, wat mij betreft een start en niet een afding of zo. Dus bijvoorbeeld die top 10. Ik heb heel graag dat wetenschappers of niet-wetenschappelijke mensen, maar die daar ideeën over hebben, bij mij terugkomen en daarop reageren. En op die manier, juist door heel veel input te krijgen, kun je uiteindelijk pas objectief worden. Want in je eentje, of als instituut is het al moeilijk, maar in je eentje is het natuurlijk helemaal moeilijk om objectief te zijn. Want natuurlijk heb ik ik heb letterlijk een bril, maar ook figuurlijk een bril op. Waardoor ik naar de wereld kijk. En volgens mij krijg je dat eigenlijk alleen maar goed door goed naar de feedback te luisteren en daar lering uit te trekken. En verder denk ik dat abstracte of eenvoudige plaatjes die een enorm ingewikkeld verhaal vertellen. Ik zie het meer gewoon als een startpunt van, hè, net als dat een boek een titel heeft. Weet je wel? Je moet ergens mee beginnen om aandacht te vragen voor een belangrijk onderwerp. En vervolgens zit daar de rest van het verhaal nog achter. Maar dat hoeft niet per se een kleur te zijn. Zo gebruik jij in feite ook je plaatjes. Hè? Het is voor jou een instrument om het gesprek op gang te brengen, om bewustzijn te versterken, om tot actie aan te zetten. Dus het is voor jou vooral ook wat er met de plaatjes gebeurt, wat een belangrijke is. En dan is een plaatje in het middel. En als het beter kan, dan wordt het in het gesprek wel beter. Ja. Het is voor ons ook een middel voor PBL, die plaatjes, om de boodschap door te geven. Vinden wij het ook fijn als de Tweede Kamer gaat zeggen van, nou, dat plaatje kan wat beter. Hoe gaan wij daarmee om? Nou, graag. Ik zou graag horen, als we ergens te veel framen of ergens een verkeerde keuze hebben gemaakt, dan horen we het graag. Die invloed in de keten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, die heeft ook wel een terecht commentaar op het beeld. Want het gaat alleen maar over die Nederlandse markt. Maar ja, er is een wereldhandel en 3/4 van de boeren in Nederland produceert gewoon voor de wereld en niet voor Nederland. Ja, dus in het vervolg zullen wij onze figuren ook waarschijnlijk iets genuanceerder daarover verbeelden. Maar ja, op dat moment ben je een ander punt aan het maken dat die invloed er überhaupt wel is in Nederland. Hè? Dus dat er zijn maar 5 inkoopkantoren voor al die supermarkten in Nederland. Nou ja, en veel mensen doen daar hun boodschap. Dus wij hebben dus geframed door die figuur te maken. Maar daarachter zat wel veel wetenschappelijk onderzoek die tot die conclusie kwam. Ja. Maar het mooie juist is dat beeld een reactie uitlokt. En dat is precies wat Babette zegt. Zo'n plaat is natuurlijk nooit klaar. Maar men reageert wel op zo'n visualisatie. En dat is juist ontzettend mooi. Want het zou bij wijze van spreken in een tekst zijn verstopt en zou nooit die impact hebben gehad. En het feit dat je dat illustreert, ja, iedereen heeft daar vervolgens een mening over. En dat is altijd hartstikke leuk. Ja. Ja. Ik denk dat je op een zeker punt ook wel moet vereenvoudigen om gewoon de discussie te starten en even snel een beeld te geven. We hebben op een gegeven moment voor een balans van de leefomgeving hebben we ook een figuur gemaakt die bouwde op eigenlijk. Dat waren er 3 bij elkaar. Dat was een kleine grafiek die voor 1 soort de ontwikkeling liet zien. Dus dat was gelijk duidelijk welke kant gaat het eigenlijk op. Dat was een soort referentie dan, een beeld van eigenlijk voor de rest ook gold. En daarna ga je dan verder met 2 andere figuren die meer de diepte ingaan en die het totalere beeld laten zien. Maar door die ene figuur trek je mensen gelijk het verhaal in en denken ze van, hé, dat is dus, en dan gaan ze vervolgens de rest lezen. Dus op die manier denk ik van, het is een start. Ja, en het is ook het resultaat van een gesprek. Hè? Jij zei, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, we hebben een huisstijl, er zijn een behoorlijk aantal borgen, ook in de check van onze rapport, om te zorgen dat zowel tekst als plaatje evenwichtig en consistent is. En dat er ook in het plaatje geen dingen staan die niet waar te maken zijn. Dus daar zitten al borgen omheen. Maar tegelijkertijd, je wil wel iets teweeg brengen. Dat kan een hele goede grafiek kan dat al doen, omdat die iets zichtbaar maakt wat, nou ja, hè, die 10% die blijven hangen van al die andere teksten in ieder geval effectiever maakt. Ja. Nou, een extra dimensie kan natuurlijk nog zijn als je de beweging aan meegeeft. Ja, dat is een van de nieuwe ontwikkelingen. Hè? Nou ja, dan laat je inderdaad wel op een andere manier ook zien wat de ontwikkeling is. Dus dat, ja. Ik zie dat er weer vragen zijn. Nou ja, even dat, in ieder geval gewoon in aansluiting op wat Raymond nu zegt. Laurens Branders die zegt op de chat inderdaad, het lezen van grafieken kan PBL misschien nog verder stimuleren door deze te animeren op het web. Stap voor stap door figuren leiden. Vooral belangrijk voor figuren die gangbaar zijn in een bepaalde discipline. We hebben soms last van het beeldjargon, zegt hij. Ja. Sluit aan op wat je net zei. Ja. Nou ja, goed, je geeft een extra dimensie eraan eigenlijk. Van in plaats van dat je het geheel in één keer laat zien, kan je hem langzaam laten opbouwen. En dan word je als het ware meegetrokken als kijker ook en als lezer in het verhaal. En dat is heel erg interessant.
is gewoon extra. Ik denk dat dit een mooi moment is om de paneldiscussie te beëindigen. Want dit geeft ook gelijk aan dat het hier niet stopt. Plaatjes zijn niet zomaar klaar, maar ook het denken en de ontwikkeling van het werk van mensen die zich met visualisaties, impact en vooral ook sprekend overbrengen van kennis bezighouden. Dank voor jullie bijdrage aan de discussie en ik nodig Frederik uit om met ons vooruit te kijken. Dank u. Nou, dat is een mooie discussie, een mooie vraag. En waar ik het eigenlijk over wil gaan vertellen is over waar de uitdagingen zijn voor de komende 25 jaar. En als je inderdaad ziet van 25 jaar geleden, dat lijkt niet zo erg lang. Maar ja, toen hadden we nog maar 633 gemeentes. Dat is nog best wel lang geleden. Rapporten van PBL die zagen dat jaar als volgt uit. Met nog een paar plaatjes als bijlage achterin. En als we inderdaad die prachtige grafiek zien die in het boek staat. Hoe die ontwikkeling vanaf 1995 dan nu. Dat is het aantal visualisaties explosief gegroeid. Dus als je dat zou doortrekken naar de komende 25 jaar. Dit is Nederland nu. Dan zouden we in 2045 uitkomen op misschien wel het drievoudige aan visualisaties. En het aantal gemeenten tegen die tijd is misschien een stuk of 30. Maar goed, over 25 jaar, als we inderdaad, als het PBL-team bestaat uit de drievoudige en de publicaties zien er allemaal rijk geïllustreerd uit. Wat zijn dan de uitdagingen? Gaan we al onze data volledig immersief presenteren? Dus met een VR-bril en volledig ondergedompeld in een virtuele omgeving. Dat gebeurt af en toe al. Dat als je kijkt bijvoorbeeld naar het weerstation in Amerika, de Weather Channel. Als daar een ramp op komst is, dan zit de weerman in een volledig virtuele omgeving uit te leggen hoe gevaarlijk het is als het water gaat stijgen. Het ziet er ontzettend indrukwekkend uit. Maar ja, is dat de toekomst? Is dat hoe wij verhalen gaan verbeelden en visualiseren? Als je nu kijkt, dan praten we heel veel met de iconen. Dat doen we waarschijnlijk ook allemaal aan mee in de WhatsApp. Er is een hele bibliotheek aan pictogrammen die van alles kunnen overbrengen. Van emoties tot en de Rijksoverheid die doet daar net zo hard aan mee. Die heeft ook een enorme pictogrammen databank waaruit geplukt wordt. En ja, dat soms kan ik ook niet aan onttrekken dat het je visualisatie soms een soort rebus wordt. Hè? Dat je een pictogrammetje en een plaatje met een praatje. En dan klinkt het heel, dan ziet het er eigenlijk heel erg simpel uit. Maar is je boodschap dan nog steeds zo heel erg simpel? Want we hebben natuurlijk symbolen voor bijvoorbeeld man en vrouw, terwijl we inmiddels allemaal weten dat er veel meer nuances zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat we de komende 25 jaar informatie niet gaan verder versimpelen, maar toch proberen te verhelderen. Dit is bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van hoe een versimpeld plaatje ook verwarring kan zaaien. Dit is een pad van een orkaan. En heel veel Amerikanen die denken dan dat naarmate de dagen verstrijken dat die orkaan steeds krachtiger wordt. Terwijl het enige wat hiermee gesuggereerd wordt is de onzekerheid die er is. Namelijk dat het pad van de orkaan kan een beetje naar het noorden, naar het zuiden. Dat is eigenlijk een beetje onbekend. Dus en ik denk dat als je het gaat over het weergeven van dat soort nuances, dat je dan ook best wel, laat maar al je modellen zien. Sta maar open voor de dilemma's die je staat. Dit zijn alle verschillende scenario's en dit zijn de gebieden die mogelijk getroffen kunnen zijn. Je zit dan veel dichter bij de data, maakt minder aannames en je communiceert volgens mij veel krachtiger. Dus je hoeft niet altijd per se te proberen informatie te versimpelen. We proberen de data zo mogelijk zo trouw te blijven. Voor Neil van Boven maakten we ooit een animatie over hoe generaties op generaties mensen verhuizen naar andere plekken in Nederland. En op een gegeven moment laten we dan ook zien hoe vanuit de arme regio's naar het zuiden werd getrokken. En nou, laten we dan even afkijken naar de animatie vanaf de verhuisbeweging vanuit het zuiden van Limburg. Een bak met data die we nou gewoon puur eigenlijk hebben afgespeeld zoals het in de databank zit. En het geluid mag aan. Blijft in de stad. Ik weet niet of dat daarnaast zijn het Westen en het buitenland populair. En anders doe ik gewoon de voice-over helemaal zelf. En dit zijn verhuisbewegingen over de afgelopen 3 jaar. 90% gewoon binnen. 90% verhuist binnen een straal van 10 kilometer. Dat is heel wat anders dan in andere regio's. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Almere. De mensen die in Almere komen wonen, die komen vanuit heel Nederland.
Maar met als gevolg ook dat als men verhuist uit Almere, dan spreidt men ook net zo makkelijk over het hele land uit. En het leuke is dat we heel erg lang nagedacht hebben gedacht van hoe gaan we dit gaan visualiseren. Maar uiteindelijk hebben we er heel erg trouw bij de data gezeten. Ik geloof ook meer in vorm dan de oplossing in kleur. Dit is een heel mooi voorbeeld wat Philip ook in het boek heeft opgenomen. Waarom het vervelend kan zijn als je niet de goede kleuren gebruikt. Want dit is bijvoorbeeld een test die ik zelf ook niet haal. Want ik ben kleurenblind blijkbaar. Want ik zie hier altijd het getal 21 uit in plaats van 74. Maar goed, dan hebben we weer technische knusjes om dat op te lossen. Dus ik geloof meer in vorm. En een ander prachtig voorbeeld wat in het boek staat. Dat gaat over hoe erg wetenschappelijk is onderbouwd dat het beter kan zijn. Dat je oppervlaktes gaat opblazen om meer onderscheid te maken. Nou, ik denk dat we daar ook de komende 25 jaar niet aan moeten beginnen. We moeten gewoon zo getrouw mogelijk visualiseren. En ik denk ook dat het ook kan door minder te aggregeren met data. Dit is een voorbeeld wat ik had voor de onderwijsinspectie. Die wilde heel graag laten zien hoe de opstroom en de afstroom van leerlingen zich hadden ontwikkeld. En die brachten elk jaar dit in een taartgrafiek. Nou, was op zich niks mis, maar zij wilden iets anders gaan doen. Ik zei, nou, ik kan wel wat andere dingen bedenken, maar vraag me af of je daarmee je publiek beter bedient. Het ging dus over afstroom en opstroom van basisschoolleerlingen. Dus hoe ze vanaf de basisschool terechtkomen in de middelbare school beter of slechter dan het schooladvies. Nou, de meeste, 75%, deden precies volgens het advies. Maar ik vroeg me af, hoe zit de nuance? Wie past nou precies onder opstroom of afstroom? Kunnen we niet van al die leerlingen die er zijn gewoon de hele schoolcarrière laten zien? Dat we dan meer een soort fluïde beweging hebben door de tijd. Dus wat is het niveau van de CITO-toets? Wat is het niveau bij het schooladvies? Waar komt zo'n leerling vervolgens het eerste jaar terecht en daarna in het derde jaar? Dus kunnen we daar, nou ja, zo'n databank die was er, heel veel data, ik begin het af te spelen en eigenlijk wordt het één grote spaghettibrei, wat eigenlijk niet zo erg het verhaal vooruitbracht. Maar het inspireerde vervolgens wel de onderwijsinspectie. Want op die manier kun je wel gaan vertellen wat de keuze van een school voor invloed heeft op de uiteindelijke positie in het derde leerjaar. Dus als iemand bijvoorbeeld een bepaalde score heeft van VMBO, dus dit is zo'n selectie. Waar waaieren ze dan vervolgens naar uit? Dus het was uiteindelijk was wel een middel om om de nuance in die verschillende schoolloopbanen in beeld te brengen. Want je bent natuurlijk ook wel benieuwd van scholieren er zijn die zo hoog een CITO-score halen, vervolgens VMBO-GT-advies krijgen en misschien alsnog in een nog lager niveau terechtkomen. Ik denk ook, en dat is bijna de laatste ronde van mijn verhaal, is dat je ook niet bang hoeft te zijn om verschillende vormen te introduceren. Philip zei het al, het is ook een soort opvoeding naar ons Nederlanders toe. Je moet ook niet bang zijn om een ingewikkeld verhaal te vertellen. Als we het hebben over inkomensverschillen, dan wordt het ook vaak gereduceerd tot twee staafdiagrammen. Terwijl ik denk van nou, laat maar die 17 miljoen Nederlanders zien van hoeveel ze verdienen. En dan krijg je dit plaatje uit en dan zie je inderdaad dat vanaf de 18e leerjaar gaan we allemaal veel meer verdienen. Sommige mensen die blijven hangen bij minimuminkomen of bijvoorbeeld bij pensioen. En elke pixel staat voor een aantal personen. In dit geval is deze pixel hier, die staat voor 226 vrouwen van 45 jaar die precies 45.000 euro verdienen. En de heatmap geeft aan van waar de meeste mensen geld verdienen. Nou, dit zijn dus dat bijstandsniveau. Deze streep hier, daar zijn heel veel van, want dat zijn natuurlijk de babyboom-generatie. Vervolgens, dit is het cluster aan middenmotors. Zo'n 1,6 miljoen Nederlanders verdient dat bedrag. Vervolgens hebben we natuurlijk 57.000 juppen, de jong en goed inkomen, bovengemiddeld. Dan hebben we de goedverdieners die een heel goed salaris hebben. En vervolgens, als je dat afzet tegen mannen, dan zie je dat vooral in de hogere inkomens, dat daar gewoon de verschillen het grootst zijn. Nou, dit is een prachtige dataset van de Belastingdienst. Er zitten 11 miljoen Nederlanders in. En ik vond het gewoon heel erg confronterend om te zien toch hoe groot die inkomensverschillen zijn. Dus ik zou vooral pleiten, voorkom, versimpelen en laat gewoon de data zien zoals het is. En dan vervolgens een laatste plaatje naar aanleiding van jullie het rapport van de PBL vorige week over de effect van corona. Ik had het ongeluk dat ik een visualisatie maakte voor het FD 2 weken voor de eerste persconferentie van Rutte over de enorme file drukte op de Nederlandse snelwegen. Je ziet de pieken
van steeds oktober, november. Dat zijn altijd de drukste periodes van het jaar. En de dip, dat zijn altijd de zomerperiodes. En dit publiceerde ik net eigenlijk vlak voor de corona uitbrak. En toen jullie rapport vorige week kwam, toen dacht ik van ja, hoe zou die coronapiek zich toen hebben ontwikkeld? Nou, ik heb even die data. Dat zijn iets van 1 miljoen files van de afgelopen 6 jaar. En je ziet inderdaad een enorme keldering van na corona, wat op zich wel heel logisch is. Maar hoe lang eigenlijk het wel afgelopen 1,5 jaar, hoe lang het eigenlijk rustig is gebleven. Dat de file-drukte heel erg beperkt is gebleven. En ik kom zelf uit Utrecht en men heeft steeds de discussie, moeten we wel of niet de A27 gaan verbreden bij Amelis-Weert. Dus ik heb even gekeken van hoe verhoudt zich de drukte op de A27 zuidwaarts en noordwaarts. Nou ja, dat is eigenlijk minimaal. Dus ik zou zeggen op basis van deze data, laten we stoppen met de uitbreiding. Nou ja, dit was eigenlijk mijn verhaal. Dus laten we zorgen, nou, laten we niet bang zijn voor complexiteit. En laten we de nuance omarmen. En op mooie 25 jaar. En deze boek maakt dit waar, dat weet ik zeker. Dank u wel voor de aandacht. Dank je wel, Frederik. Je had het niet mooier kunnen afronden. Ja. Je duikt in de data, dat is een deel van het werk. En je maakt het zichtbaar waarmee je het verhaal ook gaat spreken. Dank. Ik denk dat je daarmee ook laat zien dat er nog voorlopig meer dan genoeg te doen is voor ons als PBL, voor ons als visualisatieteam. En voor iedereen die daar vanmiddag van meegenoten heeft. Ik wou iedereen bedanken. Allereerst natuurlijk Babette en Frederik voor jullie bijdrage. En uiteraard ook de collega's, Raymond, Philippe, voor jullie bijdrage. Iedereen die hier vanmiddag aanwezig was, zodat ik niet alleen maar in een camera hoefde te kijken, maar zeker ook iedereen die vanmiddag meegenoten heeft op enige afstand en via de chat ons gesprek verrijkt heeft. En last but not least, alle leden van het visualisatieteam, want waar waren we vanmiddag geweest zonder hen? Dank jullie wel en nog een goede dag.